Welkom bij deze montagevideo van de Domakawa TS99 FLK. Kopmontage, ook wel kozijndopermontage genoemd. In deze video laten we zien hoe de TS99 FLK gemonteerd moet worden, kozijnbovendorpel, scharnierzijde. Voordat je start met de montage, houd in ieder geval rekening met de volgende zaak. De vrijloopdranger wordt 24 volt DC gestabiliseerd gevoed. De speciale meegeleverde vrijlooparm wordt toegepast. Gebruik altijd de meegeleverde boorschabloon, maatvoering altijd vanuit hard scharnier. Controleer altijd de maximale terugligging. Er zijn twee types beschikbaar. Kopmontage, normale montage, ga je de juiste toepassen. Bij kopmontage staat er een K in de body, wat bij de normale montage ontbreekt. Zoals je ziet hebben we hier een kozijnopstelling waar we een dranger willen monteren, kopmontage, oftewel kozijn bovendorpel. TS99 FLK. In de doos wordt meegeleverd een boorschabloon, zoals je hier ziet. Het boorschabloon heeft rode lijnen en, zoals je hier ziet, een scharnier afgebeeld. Belangrijk is dat we altijd uitgaan van het hard scharnier en we gaan uit van mijn sponning aan de bovenzijde. Deze lijnen moeten gelijk liggen. Dus op het moment dat deze gelijk liggen, ga je zowel jouw dranger aftekenen als jouw glijarm. De lijnen leg je over, minimaal 4 schroeven gebruik je, 2 links, 2 rechts, een beetje afhankelijk van de constructie van de kozijnopbouw. Aan de linkerzijde heb je de slopgaten waar de 24 volt voeding uitkomt. Je gaat hem aftekenen, monteert de montageplaat en zorgt dat de kabel 24 volt, gestabiliseerd door de slopgaten, wordt gehaald. Zoals je nu ziet, is de montageplaat gemonteerd, heb ik de glijder al gemonteerd en nu komt het volgende, dat is het monteren van de vrijloopdranger zelf. Belangrijk is te weten, je ziet hier nog het gat zitten voor de 24 volt gestabiliseerde voeding. Die komt hieruit binnen de range van de slopgaten. Ook belangrijk is het om ervoor te zorgen bij de montage van de vrijloopdranger. Je hebt een korte zijde en je hebt een lange zijde. Dus dat de korte zijde altijd richting je scharnierzijde wijst. In dit geval heb ik een din rechtse deur, rechts wijzend. Is de deur din links, links wijzend. In dit geval gaan we hem monteren met de korte zijde naar de rechterzijde. We hebben nu de vrijloopdranger gemonteerd. We hebben de glijrail gemonteerd. Volgende is de hoofdarm monteren. Deze hoofdarm kenmerkt zich specifiek voor de vrijloopdranger met een vrijloopring. Deze vrijloopring is vrij beweegbaar. Voor een dun linkse deur linkswijzend. Voor een rechtse deur rechtswijzend. We hebben hier nu een dun rechtse deur. Hij is rechtswijzend. Dus we kunnen nu de arm gaan monteren op de dranger. Om de deur goed te laten sluiten, gaan we de dranger onder voorspanning brengen. Bij kopmontage gaat dit op de volgende manier. Ventiel 1 gaan we sluiten. We zetten de arm onder een hoek van 80 graden op de as. Daarna 45 graden richting scharnierzijde. En we halen de arm er nu vanaf. Doordat ik ventiel 1 heb dichtgedraaid, blijft de as nu staan. Belangrijk is om vanuit dezezelfde hoek 90 graden naar de andere kant heen te gaan. Je zet hem weer op de as en nu gaan we hem vastschroeven. Op deze manier heb ik voorspanning gecreëerd. De arm is nu vastgezet op de dranger. Het volgende moment gaan we nu de drangerarm vastzetten op de glijrail, op het glijblokje. Doordat ventiel 1 nog steeds is dichtgedraaid, heb ik geen hinder van een drangerarm die wil sluiten. Dit geeft mij de mogelijkheid en geeft me de tijd om even in alle rust het meegeleverde zwarte schroefje vast te zetten op het glijblokje. En ik verplicht mezelf nu om ventiel 1 weer open te draaien, zodat ik een goede sluitsnelheid kan creëren. Nu ventiel 1 weer open,
En ik kan nu mijn deur op de juiste manier en de juiste snelheid laten sluiten. We hebben inmiddels de 24 volt DC gestabiliseerde voeding aangesloten. Op het moment dat die is ingeschakeld, komt deze vrijloopdranger vanaf 0 graden al in zijn vrijloop. En op dit moment voel je geen weerstand meer op de deur. Op het moment dat de brandmeldinstallatie inschakelt en het stroomcircuit wordt onderbroken, krijgt hij zijn gewone drangenfunctie en zal de deur sluiten. De kappen zijn gemonteerd, de dranger zit in zijn vrijloop en op het moment dat de brandmeldinstallatie inschakelt, schakelt de drangenfunctie in en de deur zal netjes sluiten.